We zijn te gast bij Erika Berends in het lokaal van Cucora in Ravenstein. Erika, allereerst van harte gefeliciteerd, want jij bent geslaagd voor de kunstacademie. Ja, in klopt. België. Ja. Waarom in België? Omdat in Nederland zit in Gouda wel een hele goede keramiekopleiding, maar dat is best een end weg. En ik moet eerlijk zeggen, qua reistijd is Arendonk net bij Eindhoven de grens over, dus dat valt reuze mee. En het is financieel ook wel een stuk goedkoper in België als in Nederland. Dus dat was ook wel een reden om het te doen. Je noemt zelf al keramiek. Is dat de enige, of is dat de studierichting die je hebt gedaan? Ja, ja, ze hebben daar verschillende richtingen. Ze hebben schilderen, tekenen, grafiek, architectuur, beeldhouwkunst en keramiek. En ik heb daar de richting keramiek gevolgd. Had je altijd al iets met keramiek? Ik heb daarvoor in Uden les gehad en bij het Mondriaan. En degene die mij daar les gaf, die zei van ja, jij hebt zoveel kwaliteiten, maar ik kan dat er niet uithalen. Ik krijg jou, ja, de dingen die jij wil leren, daar kan ik jou niet genoeg bij helpen. Dus misschien is Arendonk een idee. Dus van daaruit ben ik daarheen gegaan. Maar daarvoor... Ja, heb ik voor mezelf wel wat dingen gemaakt om wat heftige dingen in mijn leven een plek te geven. Waardoor ik heb ontdekt dat ik er talent voor had. En keramiek kun je zelf zeggen wat dat precies voor materiaal is? Klei. Klei. Wel gebakken of niet gebakken? Is gebakken klei. Okay. Zolang het niet gebakken is, is het gewoon klei. En zodra het gebakken is, is het keramiek. En je bakt het op temperaturen vanaf 950 graden tot 1250 graden. Dus daar zit nogal een range in. En zelfs porselein valt onder keramiek. En dat bak je zelfs nog iets hoger. Maar dat heb je niet gemaakt? Wat ik nu gemaakt heb is deel porselein. Oké, we zullen daar zo eens naartoe gaan. Misschien kan je eerst vertellen, je hebt een onderwerp gekozen wat nou best bijzonder is, ja, om uit te werken. Want dat is ook gerelateerd aan jouw werk. Misschien kan je dat zelf iets over vertellen. Nou, ik werk met mensen die doof en doofblind zijn. En in mijn hoofd gebeuren er heel veel dingen. Als ik in het bos loop, herken ik structuren uit het lichaam die je bijna kunt aanraken in het bos. Paddenstoelen, takken en door die fascinatie hoe dat zit met dat gehoor en het voelbaar willen maken van... Wat er in mijn hoofd gebeurde, ben ik het oor uit gaan werken. Dus eigenlijk, jij loopt door het bos en je ziet een tak met zwammetjes of met wat dan ook. En je herkent daar een structuur van die in het oor aanwezig is. Ja, ja. Dus in het oor, voor zover ik weet, heb je de gehoorgang, het slakkenhuis. Ja, en in het slakkenhuis zitten stammen. Ja. En die gaan heen en weer op het moment dat er geluid komt. En daardoor gaan je trilhaartjes bewegen. En die zorgen dan weer dat doorgegeven wordt aan je gehoorzenuw. En vanuit je gehoorzenuw gaat het naar je hersenen. En dan hoor je. Mijn wereld. In mijn wereld maak ik mijn eigen kleuren, beelden, verhalen en muziek. Ik ben mijn eigen verteller en mijn eigen publiek. Woorden en beelden dansen door mijn hoofd. Heb jij ooit ook in kabouters, heksen en feeën geloofd? Ze vormen zinnen, verhalen, beelden, gedichten, een lied. Ik ben de enige die ze echt ziet. Kleuren maken mijn dag en ik weet de zon schijnt en ik lach. De wind waait fragmenten in het rond en weer is er een glimlach om mijn mond. De tonen van regen en wind maken een lied. Dat is wat je in mijn wereld ziet. Erika, ik zie hier drie objecten staan. Dit zijn ook de objecten waarmee jij bent afgestudeerd. Ja. Dat witte, dat herken ik natuurlijk wel. Dat is een schelpvorm. Ja, dat is het slakkenhuis. Dus, en daarin zie je een herkenbaar slakkenhuis. Maar zo ziet hij er ook uit in je oor. Dus wat dat betreft is het... Is het weer zo'n vorm die in je oor zit, maar dus ook in de natuur van een slak er ook zo uitziet?
Dus, en die is van klei en daarna gebakken en dus keramiek. En heb je dat eerst op klein uitgewerkt of meteen groot uitgewerkt? Ik heb hem eerst geprobeerd klein uit te werken, maar dat werkte niet, omdat het zulke bijzondere draaiingen zijn. Uiteindelijk heb ik het slakkenhuis 7 keer opnieuw in elkaar gestompt en weer opnieuw opgebouwd, voordat ik te pakken had. En ik heb, denk ik, 20 schetsen gemaakt, iedere keer opnieuw weer tekenen van hoe loopt nou die ronding? Net zolang totdat ik het gevoel had, nu heb ik die ronding in mijn vingers. Mm-hmm. En het me ook lukte om hem in klei dus te vertalen op zo'n manier dat hij niet weer in elkaar zakte. En dus voldoende stevigheid en stabiliteit van zichzelf had. Want dat was de grootste uitdaging bij het slakkenhuis. Dat je die rondingen krijgt, maar dat ze ook open blijven. Dus, en dat het niet gaat scheuren. En daarbuiten heb je de gehoorzenuw. En dat is eigenlijk wat ik met deze vorm heb gemaakt. Ja. En daaraan zit een stam die eigenlijk op deze manier op de... Je kunt horen dat die trilt. Ja. En daar ligt eigenlijk dat slakkenhuis op. Hoe nu verder? Ga je nog meer objecten maken of ga je door met keramiek? Ik ga sowieso door met keramiek. En ik heb ook nog de binnenkant van het slakkenhuis gemaakt. Dus die stammen met die structuur die daarbij hoort. En wat ik nog niet gemaakt heb is het evenwichtsorgaan. Dus dat moet nog. En daarna, als je dat af hebt, ga je dan, wil je kunst gaan verkopen of ga je het voor jezelf doen? Wat ik zeker wil is ook kunst verkopen. Ik heb wat dingen gemaakt geïnspireerd op Ravenstein. Dus ik heb de kom van Ravenstein. Het is een schaal met een relief van het stadje. Ik heb een plattegrond uitgewerkt van de straten van Ravenstein. En zo zijn er nog wel 100 ideeën, denk ik, in mijn hoofd. Maar daarnaast wil ik ook proberen om mensen die iets bijzonders willen maken, om dingen een plek te kunnen geven of dingen te kunnen verwerken, de kans geven om dat onder begeleiding te doen. Of zelf, of mij daarin kunnen inspireren, waardoor ik met hun dat voor hun zou kunnen maken. Dus ook dat stukje van vertalen zou ik heel graag gewoon wat verder uitwerken. Heb jij zelf een oven? Want ik neem aan dat je dat ook nodig hebt. Ja, ik heb hier een oven staan waar ik werk kan bakken van 35 bij 35 centimeter en 50 centimeter hoog. En via vrienden kan ik ook wel gebruik maken van een grotere oven. Dus er zijn ook wel grotere objecten die ik zou kunnen bakken. Nou, mochten mensen contact met jou willen opnemen, hoe kunnen ze dat het beste doen? Op dit moment heb ik mijn eigen Facebook en dat is Eri Design. En daarnaast ben ik bezig met het ontwikkelen van een website. Dus ik hoop dat binnenkort de lucht in te hebben. Dus dat zal je via je Facebook ook bekendmaken? Ja, dat ga ik zeker via mijn Facebook bekendmaken. En nou ja, binnen Ravenstein ben ik een redelijk bekend gezicht geworden inmiddels. Dus ik denk dat mensen mij wel kunnen vinden. Oké. Succes met het maken van het evenwichtsorgaan in eerste instantie. En ja. Wie weet zien we je nog eens terug met ander werk. Dat lijkt me leuk. Succes. Oké, dankjewel.